De oorzaak van hart- en vaatziekten is een vernauwing van de bloedvaten. Door zo'n vernauwing krijgt bijvoorbeeld uw hart niet genoeg bloed. Dan ontstaat een hartinfarct. Of de hersenen krijgen niet genoeg bloed, met als gevolg een verlamde arm, niet meer goed kunnen praten of lopen. Als uw benen niet genoeg bloed krijgen, kunnen ze pijn gaan doen. Er zijn best veel dingen die ervoor kunnen zorgen dat uw hart- en bloedvaten extra slijten, beschadigen of vernauwen. Sommige zaken, zoals roken, geven heel veel kans op beschadiging. Andere zaken, zoals ongezonde voeding, te weinig bewegen, langdurige stress en somberheid, kunnen ook schade geven. De een heeft meer kans op hart- en vaatziekten dan de ander. Boven de 45 jaar heeft u bijvoorbeeld meer kans dan als u jonger bent. Bent u van Creoolse, Hindoestaanse of Caribische komaf, dan heeft u ook meer kans op problemen aan hart- en bloedvaten. Een jarenlang hoge bloeddruk beschadigt uw hart- en bloedvaten. Een hoog cholesterol of een hoog bloedsuiker doen dit ook. Bent u te zwaar of drinkt u veel alcohol, dan kan dat extra meehelpen aan de beschadiging van uw hart- en bloedvaten. Als hart- en vaatziekten in uw familie voorkomen, is de kans dat u het zelf krijgt ook groter. Ook mensen met nierschade of reuma blijken meer kans te hebben op problemen aan de bloedvaten. Al deze kenmerken en ziektes kunnen er dus samen voor zorgen dat uw bloedvaten met de jaren dicht gaan zitten en er te weinig zuurstof in uw hart, hersenen of benen komt. Wilt u samen met uw huisarts kijken wat uw risico op deze problemen is en wat u kunt doen voor uw hart- en bloedvaten? Bekijk alvast ons filmpje hierover.